Hallo lieve mensen. Nou, ik sta in de hal van mijn huis om de nieuwe introductiefilm op te nemen voor de nieuwe serie. En de nieuwe serie voor Craft Emotions die ik heb ontworpen is Odie & Friends. En Odie & Friends was natuurlijk al eerder. En dit is een aanvulling. Dat wordt dan Odie & Friends 4, 5 en 6. En nou, waarom ik dan in de hal sta? Omdat hier een fotocollage hangt van onze Odie. Odie is natuurlijk een bestaand hondje. Ik heb best wel heel veel fantasiefiguurtjes ontworpen. Maar sommige dingen die hebben echt gewoon een herinnering in avonturen die ik met hem heb meegemaakt. En hier zie je Odie toen hij nog een klein puppietje was. Odie als tiener. De volwassen Odie. Ik ging heel graag met een paard rijden en liep hij voorop. Dat vond hij helemaal geweldig. Hij was ontzettend sterk. Hij klom in bomen. Nou ja, zoals je ziet. Ontzettend veel inspiratie natuurlijk voor nog een nieuwe lijn van Odie & Friends. En deze keer heeft hij nog wat leuke nieuwe vrienden. Milo gaat mee doen. Milo is een hele leuke gezellige pluizenbol. En we hebben Roger met hele leuke lange oren. Nou, laten we gewoon even gauw kijken. Kijk je mee? Nou, hier zijn ze dan, de stempeltjes. We beginnen met Odie & Friends 4. Daar zie je de leuke hond met zijn lange oren. Een gravende hond en een hele afwachtende, ontzettend blije hond. Waarbij de tekst zou kunnen zijn, so happy to see you. Nou, bij het graven dig alive and take naps. En bij deze hond zou die kunnen joelen, happy birthday to you. En dat is deze Odie & Friends 4. Dan gaan we naar Odie & Friends 5. Daar zie je Odie met zijn nieuwe vriend Milo. Odie met zijn tong. En daarbij de tekst. You are my favorite face to lick. With love and licks from your bestest friend. Woef woef. Happy birthday. En dan hebben we nog een bijzondere. Nou, die andere is ook wel bijzonder toch? Maar deze die is extra speciaal, want die heeft een achtergrondstempel en twee figuurtjes. Ik vond het wel leuk om dat samen te combineren. Hier zie je dan Odie met zijn neusje en Milo en daarnaast Spikkels. Deze hondjes hebben ook een achterkant en dat is dit stempeltje. Dus daar kan je precies het spiegelbeeld mee stempelen aan de achterkant. Mocht je een kaartje maken waar je dat erbij zou kunnen zien. Daarbij wil ik even vertellen dat Spikkels als stempeltje geen spikkels heeft. En dat is dus echt een voorbeeld zoals ik dat op de voorkant laat zien. Dat is dus deze hond en hier de achterkant. Waarom? Ik dacht dat het wel leuk was als je zelf een kleur zou kunnen geven. En geef je hem spikkels, dan is dat ontzettend makkelijk om een paar zwarte stippen te zetten. Maar misschien wil je wel een kleur kiezen die, ja, die bij jouw hondje past bijvoorbeeld. Dan ben je daar helemaal vrij in. Het achtergrondstempeltje zag je hier al. Zit allemaal aan elkaar. En daar kun je hele leuke designpapiertjes mee maken. Je ziet al poepjes bij, bordjes en hartjes en natuurlijk pootafdrukken. Dat zijn de drie stempels. En dan hebben we natuurlijk ook een stencil. En dat is deze. Dat is in A5 ook weer. En zo zie je allemaal silhouetten van de hondjes. In verschillende houdingen. En in verschillend patroon. Nou, zoals je hebt kunnen zien, de stempeltjes zijn nog helemaal clean. Dat is speciaal voor de video. En nu ga ik ermee aan de slag, want ik wil graag gebruik maken van deze stempels om voorbeelden te maken. En die voorbeelden die zal ik hier achter dit filmpje aanmonteren. Dus ik zie jullie zo weer terug. Nou, hier zijn we dan. Ik heb wat voorbeelden gemaakt, die laat ik je zo zien. Allereerst de materialen die ik heb gebruikt. Ik heb kaartpapier gebruikt voor de kaartjes. Ik heb mijn designpapier gebruikt. Dit is designpapier van Bugs & Flowers. En heb ik dit designpapier gebruikt met een leuke retro bloemetje.
Ik heb dit keer de color card gebruikt voor de markers. Erg fijn papier. Het kraftpapier. Dat is deze. Dus een kraftpapier is natuurlijk gewoon recycled papier. Maar dit is mooi warm van kleur. Soms heb je een beetje grijzig. En dan hebben we ook het vellum. Ook wel transparant perkamentpapier. Van Craft Emotions. Dat zijn de basismaterialen die ik heb gebruikt. En dan nu naar de voorbeelden. Ik heb een tag gestanst. En deze tag die heb ik, heb ik rondjes uit gestanst. En ik heb daar rondjes van het leuke designpapier gebruikt. En die heb ik daar weer opgeplakt. Hierachter heb ik olie opgeplakt met verhogingjes. De tong die heb ik gebogen. Die heb ik dus twee keer gevouwen. Eén keer uit zijn mond. En dan de buitenkant nog een keer gevouwen. En als je kan zien, hij glimt een beetje. Ik heb hem helemaal ingekleurd met alcoholmarkers. En zijn tong heb ik dan nog aangezet met transparante reliefpasta. Dit is van Cadence. Dit is het randje van het achtergrondstempeltje. Dat is deze. En daarvoor heb ik een Stazon pigment snowflake gebruikt. Dat is heel fijn witte stempelinkt. Ik heb best wel heel veel stempelinkt al geprobeerd. Maar deze dekt mooi. En is niet zo heel erg nat. Dus dat heb ik gebruikt. Alcoholmelkers heb ik ook gebruikt voor dit weer een beetje in te kleuren. Dit is dat witte stempeltje. En zoals je ziet is olie vrij zacht van kleur. En dat komt omdat ik hem heb gestempeld met grijze stempelinkt. En heb ingekleurd. En dan de zijkantjes heb ik zwarte lijntjes gegeven waar de schaduw zit. Ik zal je wel even laten zien hoe ik inkleur met Copic markers. Ik heb dus, zoals ik net zei, gestempeld met grijs. Ik gebruik hiervoor Archival, Shadow Grey. En dat geeft dus een lichtgrijze afdruk. Zodat je vrij bent om schaduw aan te brengen. En in dit geval is het hondje natuurlijk wit. Dus hele zwarte lijnen. Kan natuurlijk altijd. Maar bij deze vind ik dat leuk om wat lichtere de lijnen te laten. Dus wat heb je nodig? Zwarte lijntjes gaan we dadelijk aanzetten. En ik gebruik daarvoor een Tombow. En dat wordt dan de schaduw. Dan heb ik voor het hondje zelf heb ik deze kleur. Dat is W2. Warm 2. Dat is eigenlijk voor het wit, de schaduw van het wit. Dan heb ik voor het gekleurde oogje en het oortje heb ik hier E51. En dan hebben we E33. En voor de donkere kleur dan gebruik ik E17. Dan hebben we natuurlijk nog het oortje en de tong. De lichte kleur is dan RV10, RV11 RV14 en het rood R29. Dat zijn de kleurtjes die we gaan gebruiken. Nou, hoe begin ik? Ik ga eerst beginnen met het bruine oogje. En we gaan een beetje het voorbeeldje namaken. Dus het bruine oogje en het bruine oortje. Zo. Ik begin met de middenkleur. Dat is deze. Andere kant. En daar ga ik het oogje mee opzetten.
Nou, zoals je een beetje kan zien is deze stift een beetje leeg aan het gaan. Maar hij doet het nog. Dus ik moet hem straks weer vullen. Dat is even lastig, zo om een hoekje kijken. Zo. En dan gaan we met de donkere kleur. Dat was de E17. Dan gaan we donkere kanten aanzetten. Dat is hier zo bij zijn neus. Nogmaals, ik kijk er een beetje schuin op, dus jullie hebben een beter zicht dan ik zelf heb. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en dat het goed gaat. Ik neem dan de lichtere kleur weer en ik probeer dan de overgang wat zachter te maken. Als hij het nog een beetje doet. Zo. Dan neem ik de lichtste, deze E51, en ik ga hierboven nog wat licht aanzetten. Dat zie je niet direct, de kleur komt zo meteen wat naar boven. Dat is hem dan, de overgang van het oogje. Het mag nog een beetje donker aan deze kant. De pupil maken we zo meteen toch zwart. Zo kan je makkelijk overheen. Dan gaan we de schaduw van Odi zelf doen. En dat was deze. W2. Nou, hij heeft hier op zijn koppie een beetje de schaduw naar beneden lopen, langs de randjes. Dan zetten we wat schaduw aan. Het is zomaar heel subtiel. Dan onder zijn neusje. Zo, langs zijn snuitje, bij zijn pootjes. Dat is de schaduw. Oh, ik vergeet een oogje, een oortje. Sorry. Zo. Het is natuurlijk maar een heel klein beetje. Het is een wit hondje, dus de schaduw is niet heel erg groot. Als je nu denkt, nou het is best wel hard die overgang, hier zo bij zijn neusje. Dan pakken we de blender tool, oftewel de kleurloze stift. En doen we de randjes eventjes na. Gewoon de binnenste randjes. Nu is het een beetje blauwig, maar zometeen lost dat... Ja, de kleur een beetje op. Wordt het wat zachter de overgang, want de overgang moet natuurlijk naar wit. Dus dat gaan we even laten drogen. Dan kunnen we vervolgens verder met de tong. Nou, de tong, als je het voorbeeld kunt zien, komt natuurlijk uit zijn mondje, dus dat is een beetje donker. En dit gedeelte, dat zit ervoor. Dus dat wil ik wat lichter maken. Ik begin een beetje met de middentoon. Kan ik het altijd nog een klein beetje lichter maken. En ik kan het zeker donker schaduw geven. Dus we gaan de tong een beetje inkleuren.
nemen we hem helemaal mee. En dan doen we meteen ook de oortjes van binnen. Die zijn roze. Zo. We hebben al een basis. Dan gaan we een beetje donker aanzetten. Waar het oortje, de ingang van het oortje naar binnen gaat. Nou, dat is daar. En dit wordt dan sowieso wat donkerder. Zet ik daar de kleur overheen. Zo, piet ik een beetje naast hier. En dan zit hier zo'n beetje zo'n deuk. Dus die maak ik wat donkerder. Dan gaan we terug naar de middentoon. Dan gaan we dat een beetje blenden. Dat die overgang niet zo hard is. Hier is het wat lichter. Dan zie je, dan haalt hij er zo meteen wel weer op. En hier heb ik geknoeid. Zo. Komt er al een beetje diepte in. Het oortje is natuurlijk ook heel hard, dus dan gaan we ook een beetje zachter maken, overgang. Stelt elke keer scherp op mijn hand, zie ik dat. Dan gaan we een beetje rood erbij pakken voor de tong. Dat was de R29. En dan gaan we hier een aanzetje doen. Zo. Aan de onderkant en de bovenkant neem ik dan ook maar mee. Zo. Dan ga ik de meest donkere rode roze pakken. RB14 is dat. En dan ga ik dat rood een beetje blenden met dat roze. Langs de randjes. Even scherp stellen. Zo. Zo. Even kijken. Dan hebben we de lichtste roze. De RB10. En dan gaan we de binnenkant nog een keer wat lichter maken. Zo. Nou, we hebben een mooie overgang. Hier komt natuurlijk nog wat blauw. Je kunt de pootjes zwart maken. We gaan in ieder geval, dat spreekt natuurlijk voor zich. We gaan in ieder geval even de schaduw aangeven. De schaduw kan natuurlijk van alle kanten komen. Ik vind het makkelijk om één kant te kiezen voor de schaduw, zodat je wat makkelijker de figuurtjes aan die kant aan kan brengen, de schaduw aan kan brengen. En ik kies dan altijd voor de rechterkant op een of andere manier. Dus dan moet je je voorstellen dat vanaf hier de zon komt. En dan heb je aan deze kant de schaduw. En dat gaat dan als volgt. Deze kant wordt dan zwart. Neem hem hier even mee. En dan natuurlijk ook die kant van het oortje. En de binnenkant zit dan aan die kant zwart. En zo verder. Dit is een snoetje. Dan laat ik die ook maar even meenemen. En die kant. En dan hebben we aan deze kant de onderkant van zijn tong.
Het neusje kun je dan zelf zwart maken. Zo. En de oogjes gaan we zwart maken. Ik maak hem nu even helemaal dicht. Je ziet hier een opening. Zo. We hadden net gezegd dat het licht van deze kant af zou komen. Dus we doen met een, dit is een gelpen. Met een witte pen geven we hier een glimmertje in het oogje aan. Brengen we dat aan. Zo. En dan gaat het, gaat het ineens een beetje meer leven. Nou, tot zover het inkleuren met de Copic markers. Dan gaan we verder naar een tag. Dat is deze. Hier heb ik gewoon wit papier gebruikt. En die heb ik bewerkt met oxide. En daarvoor gebruik ik dan vintage foto. En dus mocht je geen kraftpapier hebben, kun je met de kleur vintage foto kun je ook kraftpapier maken door hem op die manier te kleuren. Dit is dus het achtergrondje van mijn eigen designpapier. Op wit heb ik gestempeld met ook vintage foto. Randjes heb ik een beetje met vintage foto aangezet. Ik heb hier de contourtjes, ik weet niet of je het kan zien, heb ik eruit geknipt. En ook daaronder heb ik dan bruin gekleurd, zodat je net een leuk effect krijgt. Dat de stempel daarop ligt. Dat heb ik natuurlijk niet gekleurd van dit papier, maar gewoon van wit papier. En heb ik dat randje overgetrokken en uitgeknipt. Hier heb ik ook met dat grijs gestempeld. Zo zie je dus ook een heel zacht, pastel kleurtje komt er dan uit. Die even weg. Dat is deze. Nou, deze hadden we natuurlijk. Zo zie je een beetje hoe leuk het is om ook designpapieren te verwerken. Dan heb ik deze leuke met zijn lange oren. Ik moet altijd een beetje lachen erom. Daar heb ik de randjes dan ook met dat achtergrondstempeltje gestempeld. Wit en toen weer zwart heb ik lijntjes eromheen gezet. Deze hebben ze dus ook gestempeld op dat collercardpapier. Ook grijs, zodat je ziet dus ook dat het lichte gedeelte niet een zwarte rand krijgt direct. En als het goed is moet je kunnen zien dat hij een hele leuke echte neus heeft. Zie je? Nou, die zijn dus ook los verkrijgbaar. En die kan je zo bevestigen. Het zijn eigenlijk neusjes voor op een pluche diertje in dit geval. Een beer of een hondenneus. En die kan je er dan in naaien. Maar waarom is het alleen maar voor diertjes van pluche? Je kunt het natuurlijk ook super leuk op een kaart bevestigen. Dan krijg je dus een echte neus erbovenop. Ik zal het even opzoeken. Het zijn dus ook echt dog noses. En dit zijn de neusjes van 12 bij 9. En hier zie je ze dus dat je ze doorheen kunt prikken en aan de achterkant vast kan zetten. En dan kan je het ook daarna weer afknippen. Zo'n gaatje is wel handig als je die maakt met zo'n gaatjesmaker. Er zitten, ik dacht 10 of zo. 10 neuzen zitten erin. Nou, hoe leuk is dat? Echte hondenneuzen. Hier heb ik de tekst gestempeld op wit papier, opgeplakt. En ik heb daar een schaduw aangebracht met potlood en een zwarte stift. Dat is die. Zo. Dan heb ik hier het stencil gebruikt. Even kijken, waar is het stencil? Deze. Het leuke stencil wat bij deze serie hoort. Ik heb op wit papier heb ik het stencil aangebracht met ook weer dat leuke transparante pasta.
Woonkadens. Als je daarmee aanbrengt, dan zie je dus dat de kleur die eronder zit bewaard wordt. Daaroverheen heb ik dan ook side gebruikt. En de reliefpasta is fijn om aan te brengen met zo'n spatel. Maar later kwam ik erachter dat als je zo'n groot gedeelte moet spatelen, dan is het wel fijn als je wat groter hebt. En ik heb daar deze voor gebruikt. Dan kan je in één keer zo de pasta erover verdelen. Dit hondje, dat is het liggend hondje. Maar als je daar, het kleine pootje daaronder van afknipt en je stopt hem ergens anders, dan is het net op dat hij springt, dat hij wil springen naar je. Dat is die. Dan heb ik ook een leuk het gedaan met allemaal neusjes. Kijk, dat vellum of dat perkamentpapier, als je dat vastlijmt, dan zie je al die lijmresten zitten. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon een vaste prikken met 4 neusjes. Leuk, hè? En dan heb ik de pootafdrukjes van een ander stencil. Van een eerder uitgekomen stencil. Dit is ook het nummertje daarvan. Even kijken, dit pootje heb ik dan gebruikt. Die heb ik dan erop gelegd. En dan kun je met de achterkant van je penseel of iets anders wat een beetje bolle is. Niet te scherp, heb je natuurlijk ook speciale tools voor. Kan je zo die afdruk erin drukken. En dan krijg je dus dit zo. Dat vellum wordt dan een beetje wit. Deze olie zit natuurlijk een gat te graven. Dus ik heb hier reliefpasta aangebracht. Dat is deze. Structuurpasta. En dat kun je natuurlijk kleuren met verf. En dan krijg je echt zo'n zandondergrond. Waar die een gat in graaft. Ik heb hem met een verhogingje opgeplakt. En dan krijg je echt een 3D effect. Dat is die. Dan heb ik een leuke smalle kaart. Waarbij ik het achtergrondstencil heb gebruikt. En de achtergrondstempeltjes. En deze leuke met gewoon gestempeld. Woef woef happy birthday. En als je hem dan open doet, happy birthday to you. Love, with love and licks from your bestest friend. En hier is het een stempeltje van de achterkant van deze diertjes. Die heb ik dan wit gestempeld. En wat contourtjes aangegeven. En dan krijg je dus zo. Dan heb ik, ik was natuurlijk helemaal losgegaan met die neuzen. Heb ik hier hetzelfde idee. Maar dan heb ik hier de neuzen voor gebruikt. Alle drie de neuzen op een rij. De neuzen zo net over het randje. Ik heb hier het hondje dus zwart gemaakt. En het andere hondje heb ik ook een ander kleurtje gegeven. Ook weer met grijs gestempeld. En wat schaduw aangebracht. En dan krijg je deze kaart. Dit is de achtergrond of de achterkant van de stempeltjes van de hondjes. Die zit hier dan tussen. En dit is ook zo'n achtergrondstempel die ik heb gebruikt met dat witte. Even kijken, volgens mij hebben we ze zo gehad. Ja, tot dusver de voorbeelden. Het is allemaal een beetje in dezelfde trant. Met dezelfde kleurtjes. Craft is erg leuk met groen en blauw te combineren. Maar ook wat andere kleurtjes als je een beetje het zacht houdt. Is het gewoon een hele leuke combinatie. Odin Friends 5, 6 en 4. Om achter te voren te beginnen. Dus 4, 5 en 6. De stempeltjes. En natuurlijk het stencil. Dat is de nieuwe Odie & Friends collectie.
Ik wens jullie heel veel plezier met deze leuke hondjes. Ik ben weer reuze benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Vergeet me niet te taggen, apenstaartje, Carla Creaties. Als je dat zo aan elkaar schrijft, dan krijg ik vanzelf een melding. En dan kijk ik heel graag mee wat voor leuke projecten jij hebt gemaakt met deze leuke nieuwe producten van Craft Emotions. Ontworpen door Carla Creaties. Heel veel plezier, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Groetjes!